Twee weken geleden werd bekend dat Doke Schmid volgend seizoen weer de kleuren van SC Heerenveen zal verdedigen. Schmid speelde zaterdag met Go Ahead Eagles tegen zijn eigenlijke werkgever en bezorgde zijn voormalige en aankomende teamgenoten een lastige avond. Ik ken natuurlijk de jongens, maar als je een wedstrijd speelt, dan is het gewoon net als een op de training 11 tegen 11. Dus dat is niet heel aan het opzicht. Ik zag je wel ontzettend veel op die bal zitten steeds, heel kort. Ja, maar dat is ook mijn taak als verdediger, hè? Dus dat moeten we. Vaak is dat ik goed bij. Tijdens zijn uitleenperiode bij Go Ahead Eagles maakte Doke Schmid grote stappen. Zo is hij niet alleen basisspeler, maar werd hij onlangs ook voor Jong Oranje geselecteerd. Nou ja, dat was ook de reden om verhuurd te worden. En Go Ahead was een hele mooie kans. En daar ben ik Go Ahead sowieso heel dankbaar voor. En alle mensen hier, de spelers, de trainers, de staf. Alle mensen hebben daarin geholpen. En ik denk dat ik me wel aardig ontwikkeld heb. Ja, welke stappen heb je vooral gemaakt? Ik denk alles bijna. Kijk, je Eredivisie ervaring is gewoon het belangrijkste. Daar word je gewoon beter van. En aan de bal word je beter, verdedigend word je beter en je wordt fitter. Dus, Schmid is blij met zijn aanstaande terugkeer, maar hij denkt nog niet te ver vooruit. De verdediger wil het seizoen in Deventer goed afsluiten. Eigenlijk ben ik nog gewoon heel erg bezig met Go Ahead hier en dat moet ook. En wij willen gewoon heel graag in de Eredivisie blijven en we zijn heel dichtbij. En dat is gewoon het belangrijkste. En als we veilig zijn, het seizoen is voorbij, dan kijk ik weer naar Heerenveen. Je bent inderdaad duidelijk bezig met Go Ahead. Toch wil ik je wat vragen. Droeg je vandaag ook je Heerenveen schermbeschermers? Ja, die doen het nog steeds. Die droeg ik vandaag, ja. Toch nog een beetje Heerenveen, hè? Ja, een beetje wel.